heeft deze wieken. Die wieken kunnen net zo kantelen als je hand. Wanneer een helikopter met zijn wieken draait, dan duwt hij de lucht naar beneden en dan gaat hij, je raakt al, omhoog. Nu komt het goed. Wanneer de wieken draaien, dan kan de piloot deze in een richting kantelen. Hierdoor duwen de wieken lucht weg in een bepaalde richting en kun je sturen. In alle richtingen. Maar we zijn er nog niet. De meeste helikopters hebben ook een staartover. Omdat de wieken aan de kant op draaien, wil de cabine de andere kant op draaien. Daar zou super misselijk van worden. Staartover is er om dat te voorkomen.